Dus, daar zit ik dan. De reden waarom ik deze video wil maken is om eigenlijk gewoon simpelweg te zeggen waarom ik de laatste tijd bijna niet heb geüpload. Ik heb iets van een maand heb ik helemaal niks geüpload. De hoofdreden was dat ik op vakantie was. Maar het is ook dat ik een beetje. Kijk, ik zit een beetje in een switch. Want je hebt ook misschien, als je terugkijkt op mijn kanaal, heb je ook heel veel gezien dat er zijn heel veel video's die ik zeg maar. Er zijn heel veel video's die ik dus opneem met een custom facecam die ik eroverheen edit. En waar dus ook veel meer editing in is gestopt. En er zitten nog video's tussen waar de facecam gewoon in de recording zit. En het idee is dat de video's waar het in de recording zit, dat zijn hele oude video's die ik gewoon nooit heb geüpload. En die upload ik gewoon nu. Aangezien ik neem heel veel video's op in een hele korte tijd en ik upload ze niet zo vaak en daarom stacken er dus heel veel video's op die manier bij mij. En dat is eigenlijk een van de redenen. Zeg maar, ik loop heel erg achter op video's. Ik heb letterlijk nog recordings van bijna een jaar oud. Wat echt insane is, maar goed. Ja, en plus ik wil eigenlijk gewoon weer een beetje ja, consistent gaan uploaden. En ik had niks meer wat ik. Ik heb geen files meer die ik gewoon even zo ongeëdit eruit kan gooien. Wat een beetje een probleem is. Dus ik wou sowieso ook even deze shitty video opnemen om gewoon iets voor jullie te hebben. Zodat ik deze gewoon ongeëdit kan uploaden, hopelijk. En ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Dus om het even samenvatten, de reden waarom ik zo weinig heb geüpload is gewoon, ik was op vakantie en ik heb even niks om te uploaden. Ik ben wel bezig met meer dingen. Die laatste video die ik had geüpload, mijn tweede aflevering van Need for Speed World, daar heb ik heel veel tijd in gestopt. En eigenlijk wil ik dat vaker gaan doen. Mijn telefoon ging zeer zelf, auto is moe. Ja, dus ik wil wat meer gaan recorden. Ik wil mijn video's meer gaan editen. Ik wil proberen om ook wat meer stream highlights te doen, maar die zijn altijd lastig om te doen, aangezien heel veel van die files bewaar ik niet. Dus dan zou ik de stream moeten downloaden. En ten eerste verlies ik dan quality. En ten tweede is dat gewoon heel vervelend om te doen, sowieso. Dus ja, dan zullen we nog zien hoe dat gaat. Voor de rest, ja, ik. Ik zou zeggen, ik ben zo goed als terug. Ik ga proberen om weer wekelijks te uploaden. En we zien wel waar het schip strandt. Als ik dus soms nog een upload mis, dan weet je nu waarom dat komt. En ja, hopelijk dat je nog geniet van de video's die ik in de toekomst ga uploaden. Want ik stop er wel echt moeite in. De video's die ik ook echt edit, dat is gewoon echt met een passion gedaan wat dat betreft. Dus ja, I don't know. We zullen het zien. Anyway, dat is gewoon even een hele korte update video wat dat betreft. Hopelijk vond je hem leuk. Ik weet niet waarom je hem leuk zou vinden, maar goed. Ja, doe dan even een duimpje omhoog als je er zin in hebt. De video's die in de toekomst gaan komen. En tot de volgende keer. Doei!